Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video op FIFA NLD. Ik ben niet Raoul, maar Hazelrules. Ik val vandaag eventjes voor hem in, aangezien hij vanwege examens niet kon uploaden. Dus natuurlijk, hij is volop bezig met leren. Dus als jullie hem eventjes in de reacties veel geluk willen toewensen, dan zou dat zeer erg op prijs worden gesteld. Maar dus in plaats daarvan kom ik met een aflevering van Around the World in 80 Countries, een serie die ik op mijn main channel doe. En het idee erachter is eigenlijk dat ik met iedere mogelijke nationaliteit een team maak. Beginnend met de A van Australië, of Argentinië bedoel ik, Australië. En het derde team op mijn lijst was Austria, wat in Nederlands vertaald Oostenrijkers, dus in het Nederlands verband zou niet helemaal kloppen. Maar dat doet er natuurlijk niet toe. Maar wat ik dus ga doen, ik ga iedere speler even bespreken. Zeg wat ik goed aan ze vond, wat ik slecht aan ze vond. En aan het einde komt er nog wat gameplay met wat achtergrondmuziek erop. Dus de keeper in dit team is Spurning. En bij voorbaat al mijn excuses als ik een van de spelers zijn naam verkeerd uitspreek. Ik ben natuurlijk geen inwoner van Oostenrijk, dus ik weet niet echt hoe je iedere speler moet uitspreken of iedere speler zijn naam. Maar 70 diving, 73 handling, 70 kicking, 81 reflex en 75 positioning. Hij is echt een extreem goede keeper. Hij is ook 6 voet 5, wat ongeveer 1,93 meter is. Ik heb al veel voor hem moeten betalen, 5800 coins, en het totale team kost zo'n 40.000 coins, maar dat komt omdat er een paar heel dure spelers in het team zitten. Maar het is op zich nog redelijk te overzien, want het team is wel echt super goed. Maar terug naar Spurning, hij is gewoon een super goede keeper. Hij speelt voor de Seattle Sounders in de MLS, en ik zou het zeker aanraden voor als je een MLS team aan het bouwen bent, of een Oostenrijk team, om hem in je team te zetten. Op rechtsback hebben we Schimpelsberger, 79 pace, 63 defending en 70 heading. Ik betaalde maar 750 coins voor hem, dus dat is goed te overzien. Hij is gewoon een redelijke rechtsback, niks speciaals. Maar hij is ook gewoon, hij doet gewoon wat hij moet doen. Speelt voor Rapid Wien in de Austrian Bundesliga. En de eerste centerback is Dragovic. Een van de betere spelers uit dit team. 73 pace, 78 defending en 78 heading. Ik heb 1900 coins voor hem betaald. Hij is 6 voet 1, wat ongeveer 1,84 meter is. En hij heeft 1 corner van mij gescoord. Hij heeft echt heel goede defending en heading stats. En zijn workrate zijn volgens mij ook nog heel ideaal. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou ik even op moeten zoeken. En de andere centerback is Schiemer. 71 pace, 65 defending en 83 heading. Maar om de een of andere reden heeft hij toch geen corner van mij weten te scoren. Ik heb toch 10 potjes met hem gespeeld. En ik heb redelijk wat corners gekregen. Maar hij stond toch niet op de goede plaats op het goede moment om er eentje in te kopen. Ik heb 1300 coins voor hem betaald. En hij speelt voor Red Bull Salzburg. Op de linksback positie hebben we Suttner, 81 snelheid, 67 defending en 60 heading. 5 voet 10, wat ongeveer 1,78 meter is. Hij kost mij 300 coins. En hij speelt voor FK Austria. Hij is gewoon algemeen een heel goede linksback. Gewoon niks over te klagen. Op de rechtsbackpositie hebben we Trimmel met 4 sterren skills, 85 pace, 60 shooting, 62 passing en 62 heading. Hij heeft een heel goed schot. Ik heb ook één clip van hem in de gameplay aan het einde, waarop hij een best wel mooi schot erin schiet. 600 coins, 4 sterren skills zoals ik al zei, is ook 6 voet 2, dus hij heeft redelijke kracht. Zij is ook best moeilijk om van de bal af te duwen. Hij heeft 2 goals voor mij gescoord in 8 wedstrijden. En hij speelt voor SK Rapid Wien. Onze eerste centraal middenvelder is Light Gap, 80 pace, 56 shooting, 72 passing en 80 dribbling. Dus over het algemeen zeer goede stats, niks over te klagen. Wel geen 4 sterren skill moves, maar wel 4 sterren weak foot. Zij kan met zowel zijn linker als met zijn rechter gewoon goede paasjes leveren. Heeft 2 goals voor mij gescoord, kost me 600 coins en hij speelt ook voor Red Bull Salzburg in de Austrian Bundesliga. En onze tweede center attacking mid, of de tweede center mid, is waarschijnlijk mijn favoriete speler uit het team, samen met de spits. En dat is Junosovic. Hij was ook de duurste speler uit het team. Hij kostte mij 7800 coins op center attacking mid. Als je hem op center mid wil kopen, ben je waarschijnlijk nog wat meer kwijt. 4 sterren skills, 4 sterren weak foot en algemeen zeer goede stats met 70 shooting, 73 passing en 78 dribbling. Ik heb ook een aantal clips met hem waarin je een aantal goals naar hem zal zien. Zijn free kicks zijn vooral heel goed. Hij heeft gewoon goede pace, hij kan goed passen, gewoon ook weer niks over te klagen. Op linksmid hebben we Janser, 81 pace, 73 shooting, wat natuurlijk heel hoog is voor een linksmidden, en 77 dribbling. Ook 4 sterren skills, 4 sterren weak foot, 5 foot 11, en ik heb 900 coins voor hem betaald. Hij heeft geen goal van mij weten te scoren, maar wel een paar assists weten te leveren aan de spitsen. En de eerste spits is samen met de centrumid mijn favoriete speler uit het team, Hoffer. Ik heb ook een speciale aflevering op mijn main channel gemaakt, waarin ik uitleg waarom ik hem zo goed vind. Hij heeft gewoon een ziek goed finesse shot of een geplaatst schot. Hij heeft een high-low work rate, dus hij maakt veel aanvallende loopacties en hij valt maar heel erg weinig terug naar het middenveld. 87 pace, 67 shooting en 71 dribbling. 3 sterren skills, 3 sterren weak
voet maar. Maar je merkt er niet heel veel van. Hij heeft 16 keer weten te scoren in 10 wedstrijden. En ik heb 1600 coins van betaald. Hij voetbalt in de Bundesliga voor Eintracht Frankfurt. En de laatste speler uit dit team is Okoti. 81 pace, 64 shooting, een 73 dribbling. En tenslotte 68 heading. Ook 4 sterren skills, 4 sterren weak foot. En hij is 6 voet 2. Dus hij is ook redelijk goed met koppen. Hij maakt ook veel goede loopacties. En in het algemeen ook gewoon een zeer goede spits. Niet zo goed als Hoffer, maar hij is gewoon... Ja, een goede tweede spits om naast Hoffer te staan. 1000 coins van betaald en heeft 6 keer weten te scoren 8 wedstrijden. En hier zijn dan nog een paar wissels voor als je er een paar gouden in wil gooien. Dit is dan nog een zilver Baumgartlinger. Ik heb niet echt met hem gespeeld, dus ik kan weinig over hem vertellen. Alaba of Alaba, ik weet niet precies hoe je het wil zeggen. Volgens mij is het Alaba. 86 pace, 67 shooting, 78 passing. Algemeen gewoon heel goede stats. Was ook eerst een center mid, maar hij is uiteindelijk gewoon, heeft uiteindelijk besloten om linksback te spelen. En hij is ook zeer goed. Ik heb maar 2 potjes met hem mee te spelen, maar 3 sterren skill moves en 4 sterren weak foot. En hij is goed met voorzetjes geven, dus niks om over te klagen. Dit is waarschijnlijk een van de beste underrated spelers in Ultimate Team. Arnautovic, 80 pace, 77 shooting, 82 dribbling en 72 heading. Hij is eigenlijk de goedkopere versie van Ibrahimovic. Hij is ook 6 voet 4, wat ongeveer 1 meter 94 is. 4 sterren skill moves, 4 sterren weak foot. 1000 coins heb ik ervoor betaald en hij heeft 2 keer weten te scoren. En dat was eigenlijk maar een 1 wedstrijd, want de andere wedstrijd was die andere speler al heel snel geraged, waardoor ik niet meer kon scoren. En de laatste speler in de reserves is Harnik. Gewoon een redelijke speler, niks over te vertellen. 6 voet 1, geen 4 sterren skill moves, jammer genoeg. Maar dat is het einde voor de gameplay, voor het gameplay deel van deze video. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als jullie de video leuk vonden, vergeet hem niet een like te geven. Aangezien dat die FIFA NLD heel erg helpt. En tenslotte, als je het nog niet hebt gedaan, wens Raoul eventjes succes in de reacties. En dan hoop ik dat jullie genieten van de gameplay. En tot de volgende keer. En zoals op zijn Brabant zeggen, houdoe. Let me tell you all a story, everybody gather round. Once there was a boy, he was the coolest kid in town. He knew he wasn't perfect, just like everybody else. But he always knew the importance of staying true to himself. Cause all the other kids would hide behind a mask. So when they took attendance, he the only one in class. You could proudly raise his hand when he heard his name. Never lost track of who he was or tried to change. Even through the peer pressure, he was happy in his skin. While everyone around him was obsessed with fitting in, he never let the words of others get in his way. Hey, and that's what made him into the man he is today. Sing! Now his friends are dressing different, barely recognized him. Every day was Halloween, costume had disguised him. Girls covered in makeup to make up for the insecurities. Guys were acting tough to make up for the immaturity. Yeah, but he always followed his heart.